Hoe zit het met emoties in de verlichte staat? Zijn emoties zoals schuld, schaamte, angst, irritatie, woede, etc. nog steeds aanwezig? Zo ja, wordt hier dan op geacteerd? Dan kan ik een eenvoudig antwoord op geven. Ja, die zijn nog steeds aanwezig. En ik kan ook uitleggen hoe dat exact zit. In ons eerste boek omschrijven we de lichamen die je hebt. Dat hebben we onderverdeeld onder lichaam, geest en ziel. En je hebt dus ook een emotioneel lichaam. Dus verlichte staat betekent niet dat je je emotioneel lichaam uit jezelf haalt. Het betekent eigenlijk dat je vanuit je eigen innerlijke bron energie uit kunt stralen in de fysieke wereld. Dus ja, je hebt als wanneer je verlichte staat bereikt, heb je nog steeds een emotioneel lichaam en dus ook emoties. Ja, nou je begint hier nou te praten over je emotioneel lichaam. Maar er is ook nog een ander aspect. Namelijk op het moment dat je verlicht bent, dan stroomt de energie van je hogere zelf via jouw fysiek lichaam in je energieveld. En dat is wat mensen voelen, waardoor ze bijvoorbeeld ook gaan huilen. En dat is een hele krachtige energie. Dus waar je normaal gesproken de energie twee kanten op hebt stromen, dus vanuit je 12e chakra naar je 1e chakra en van je 1e chakra naar je 12e chakra, is dat een anders dan wanneer je verlicht bent. Want dan is de kracht van de energie vanuit je 12e chakra naar je 1e chakra en je fysiek lichaam en daarmee de fysieke wereld in, veel sterker. Dus de energie waarmee je geraakt kan worden, is daarmee veel minder. Kijk, normaal gesproken hebben we het over gevoeligheid. En eigenlijk zijn er twee vormen van gevoeligheid natuurlijk. Ben je gevoelig voor de sfeer als in pik je het op? Of ben je er gevoelig voor als in neem je het over en raakt het jou? En op het moment dat je verlicht bent, ben je wel gevoelig dat je het oppikt, maar ben je een stuk minder gevoelig in dat het je raakt. Dus dat is even een toevoeging als we het hebben over word je geraakt door emoties of heb je nog wel emoties? Ja, je hebt natuurlijk wel emoties van binnen, maar je wordt veel minder geraakt door emoties van buiten of door spirituele aanvallen of door lagere energie die probeert aan te haken. Dat is even een toevoeging. Even een toevoeging? Nou, ik denk dat wel een aantal mensen blij zijn dat we bij elkaar zijn. Qua aanvulling op elkaar, wat we uitleggen. Ik ga weer verder. Maar je kunt natuurlijk wel uitleg geven over emoties. Hè? Je hebt gezonde emoties en ongezonde emoties. En angst, daar hebben de meeste mensen natuurlijk wel moeilijkheden mee. Omdat ze met toxische angsten te delen hebben eigenlijk. Hè? Dus ik noem het altijd, angst is een illusie die tegen je keert wanneer je het een werkelijkheid maakt. Dus je kunt jezelf ook angstig maken terwijl er geen reden tot angst is. Terwijl wanneer je auto rijdt, je wel wilt zorgen dat je leven blijft en niet zomaar uit niets tegen een boom aan gaat zitten parkeren. En dat geldt eigenlijk voor alles. En ik weet dat daar veel verschillende theorieën over zijn en dat is ook allemaal prima. En dan wil ik vooral een theorie benoemen over woede. Woede, is dat eigenlijk een emotie of is dat een bepaalde kracht wat emoties veroorzaakt? En hoe ga je daar dan mee om? Stel dat er iemand woedend op jou is. Om wat voor reden dan ook. Is het waardoor dat getriggerd wordt. En dan kom je op het punt herkennen en erkennen. Wanneer je een bepaalde woede ook in jou voelt opkomen, herken je of het jouw eigen woede is of van iemand anders. En wanneer het een woede van iemand anders is, ben je dat dan in staat ook om te ontwijken. In die zin niet de klap op te vangen die niet voor jou bestemd zijn. En wanneer het je eigen woede is, dat je ernaar kunt kijken en dat je het kunt vanuit compassie het kunt omarmen. En dat betekent niet dat je niet woedend mag zijn. In dit geval zeg ik mag. Ik heb hekel aan het woord mag normaal gesproken. Maar dit is wel het zelf toestaan dat je woedend kan zijn. En ik kan het ook uitleggen. Vanuit jongs af aan wat je vaak geleerd dat je emoties moet onderdrukken. En dat moet een uitweg zien te vinden. Zo doe je dat. Ga je het onderdrukken in jezelf of ga je het uiten? En uiten hoeft niet op een negatieve manier. Kijk maar gewoon heel simpel naar een kind van 2, die heeft geen controle over het lichaam. En wanneer het onmacht voelt, dus geen controle over een situatie, doordat bijvoorbeeld een ander kindje een speeltje afpakt,
ja, dan ga je slaan. En ook volwassen mensen die gaan soms slaan uit onmacht omdat ze dat deel in zichzelf niet hebben ontwikkeld. Maar dat neemt niet weg dat wanneer je in een onveilige situatie zit, dat iemand zijn woede richting jou richt en je schaadt, dat je niet het recht hebt om te verdedigen. Dus ik ben ook van mening dat iedereen in staat is om te doden. En dat klinkt misschien heel heftig, maar op het moment dat je geen liefde meer in je voelt en dus ook niks meer hebt om voor te leven, dan ben je tot duistere dingen toe in staat eigenlijk. Dus het is uiteindelijk wel een kwestie van in hoeverre heb je controle over je emoties, dat wel. En in hoeverre ga je in welke frequentie zitten? Ga je laag in frequentie zitten? En wat bedoel ik ermee? Dat je continu in toxische schaamte zit, omdat iemand anders dat bij je doet. Je een schaamtegevoel aanpraten. En dat betekent dus dat je in die zin geraakt wordt. Ik hoor heel vaak dat resoneert met mij. En ergens mee resoneren, dat wil dus niet zeggen dat het voor jou kloppend is. Heel simpel, op het moment dat je mooie muziek hoort, dan krijg je kippenvel, word je geraakt. En dat is wat anders dan wanneer je er mee resoneert. Want op het moment, wat ik in het begin benoemde, dat er iemand anders woede in jou opwekt, is het dan wel jouw woede en resoneer je ermee. En dat is een negatieve variant. Maar stel dat iemand een mooie verleiding uitspreekt, waardoor iets prachtigs lijkt en fantastisch om te doen. En je resoneert daar helemaal mee, totdat je erachter komt, wanneer je het gaat doen, dat het helemaal niet passend voor je is. Dus het woord resoneren, wat in spirituele term of spirituele gebied vaak benoemd wordt, is helemaal niet zo gezond. Dus ja, hoe acteer je ermee? Dat is dus echt wel vanuit jezelf sturen en ook erkennen dat soms iets niet stuurbaar is en dat je het er op een gecontroleerde wijze uit laat gaan. En wanneer je dus woede in jezelf hebt die gekanaliseerd eruit moet gaan, ja, dan kun je op iemand anders richten, maar je kunt ook op een kussen slaan of iets anders. Het eruit schreeuwen. Er zijn zoveel mogelijkheden die geen schade aanrichten, maar wel de schade in jezelf beperken, doordat je niet jezelf schade toedoet. Kijk, wanneer je een woede-uitbarsting hebt, dat overkomt iedereen in het leven en dat hoort er ook bij. Het gaat hoe je ermee omgaat. Heb je het nou dagelijks, zit je continu in woede of in angst of in schaamte, schuld. Noem al die zaken maar op. En wat ik zei, hè, woede veroorzaakt ook schaamte, schuld en angst. Hè? Dus wat is de wisselwerking daarin? Ontkoppel met regelmaat. Lekker even de natuur in. Even, zoals ik, even mijn werk verzetten. Eventjes hout halen. Wat ik dan dagelijks doe. En het brengt je innerlijke rust. Ik heb even een hoekje opgezocht omdat er veel wind is vandaag. Maar uiteindelijk gaat het om een verlicht leven. Hè? Dus dat je gewoon fijn hebt voor jezelf. En het met plezier door het leven gaat. En ons eerste boekje zijn, daar hebben we de oefeningen in staan. Energeet, hoe kun je afschermen? Dus dat je ook minder vatbaar bent eigenlijk al voor bepaalde emoties van anderen. Of andere zaken die je voelt qua gevoeligheid. Nou, kijk daar eens in. Start daarmee. En zo kun je stapje bij stapje beginnen aan je eigen bewustzijnsgroei. In plaats van wat de meeste mensen doen, hè, muur om zich heen bouwen, medicatie nemen, al dat soort zaken om het weg te stoppen. Dat werkt niet. Natuur is altijd krachtiger dan jou. En start te leven.